Nee, Jul! Vieze vette pannenkoeken met poedersuiker. Het staat helemaal nergens op. Ah, ik zag je gaan, joh. Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag gaan we racen op Spa met kijkers. Dus F1 open lobby op Spa. Fantastisch, een van mijn favoriete tracks. Eens kijken hoe dat gaat. En vind je dit een leuk? Like zeker even, abonneer als je nieuw bent en vergeet niet om dat belletje aan te doen. En wil je nou meedoen met deze video's? Volg me dan zeker op twitch.tv/MaximeMXM. Daar stream ik deze allemaal en dan kun je gezellig meedoen. Oh, en alweer bij. Another day, another Spa. Ik heb wel zin in een Spa hoor. Oh. Oh. Een spaatje. Spaatje te doen? Oh. Ja. Oh, met Spa. Ook gewoon Spa. Met prik of zonder prik? Met. Ja. Spa-rood? Spa-rood? Ja. Ja. Oh. Maar Spa-rood, maar dan met limonade. Maar ik bedoelde eigenlijk geen drink hoor. Ik bedoelde echt gewoon even een spa-dagje. Even lekker spa-dagje. Oh, een wellness-dagje. Ja, oh, lekker hoor. Oh. Nou, ik heb toch gehoord dat ergens een sportschool wel ergens wellness heeft. Dus, met RGB-lichtjes zit dat. Ja. Ja, ik ook. Heel dat heb ik ergens in de wandelgangen gehoord. Ja, heel ergens in de wandelgangen. Heel zou interessant, niet weten waar je het over hebt. Nee. Je moet nou zo over de top doen om daarheen te gaan. Oh. Geen idee. Nee hoor, grapje persoon waar we het over hebben. Die in deze kal zit en wij, ik en Rens zijn er niet. Nee. En jongens, ik sta derde trouwens. Ik denk, zeg er even bij. Oh. Netjes. Ja, hij heeft vooral geen invalid de laatste bocht. Nee, dan ga ik, ga gewoon lekker heel rustig door de bocht heen. Ja, dan sta je geen derde meer. Ja, maar dat maakt niet uit. Dan sta ik in ieder geval zesde, vijfde of achtste. Dat is ook prima. Kijk, vierde. Netjes. Wat is dit joh? Wat ben ik aan het doen? Lekker Jul! Ik word helemaal gek. Oh, hard achter elkaar! Nice. Ik heb Julian S voor mijn neus. Ja, maar dit gaat weer fout, omdat Maxime van weer beuken. Zo, what the fuck? Wat duurt dat lang? Oh, wat een start, wat een start. Oh my god. Daar ging een Ferrari. Please niet beuken, please niet. Nee, ik wil leven, ik wil overleven. Please niet, oké. We leven nog, we leven nog. We alive! Kijk uit, die McLaren is helemaal lijp. Ja, die McLaren die ga ik wel even aan de kant beuken dan. Ja, hij zit 18. Ja, oké. Succes ermee. Manpower. Ik heb ook manpower, kan ik je vertellen. Miauw. Heb jij manpower? Miauw. Ja, ik tikte Mercedes ook al voorbij. En ik heb natuurlijk alweer mijn vaste achtervolger in de nek. Geitbolletje! Ja, die hoef ik maar 1 seconde achter mij te laten, die gaat 1 seconde weg en nou is het klaar. Zie ik de komende race niet meer. Is wie ik mis? Atletiek Stefan. Ja, maar die is... Stefan is op vakantie. Hij is wel aan het kijken. Hij had een reactie. Oh, hij was in de... Oh, Stefan joh, we missen je, we missen je. Ja. Oh, nog geitenbolletje joh! Gekke vette neus joh! Hé, hey, oh jij! Oh joh, gekke jak, helemaal niet verwacht! Ja, helemaal verkeerde kant nou joh. Ik zat lekker te viben en dat ging, dat ging niet goed joh. Oh, dat is trouwens totaal mijn fout hoor. Maar en geitenbolletje ook eruit? Of nee, toch? Jawel, allebei. Heb ik hem eruit gebeukt? Oh. Maar waarschijnlijk rijden jullie nu bij elkaar. Oh, ja, ik zie hem inderdaad. Maar joh, die boeien, die rijdt toch wel weer de 3 seconden voor. Die wint toch elke race? Ja, het is daarom. Maar gewoon een keer achteraan beginnen. Het spijt me, het spijt me. Ik was niet aan het opletten. Ja. Nou, ik heb in Limburg ook een aardbeving gevoeld. Nou, Limburg was de ergste aardbeving in Nederland ooit. Dus, welk jaar was dat? Oh. Nou, dat weet ik niet. Dat was wel ergens in 1900 nog iets. Oh, maar toen? Ja, daar was ik bij, hè? Daar was Maxime bij. Het herinnert Maxime van de dag van gisteren. Ja. Zo bedoelde ik het toch ook niet? 3 september 1912. Zo, we zijn pas een rondje 4. Ja, het is echt niet te doen. Ik had het gevoel dat we de hele race wel klaar hadden, jongens. Ja, ik zat op een lap 16 of zo, dacht ik. Dat zoveel rondjes zijn niet, maar... Ja, maar goed. Dat had ik ook. Oh. Mooie... Anekdote. Oh, Rens is klaar. Ik ben echt moe van dit spel. Oh, even mijn turn in. En... I don't know, controle registreert. de helft van de tijd iets anders. Ja, het is echt goed. Oi, oi, oi. You in the pit. Julian in the pit. In the pit. In the pit. Julian. Hey, dat ging goed. Julian. In the pit. Julian in the pit. Hey Bart, jongen, let's go, jongen. We gaan die Maxime inhalen, jongen. Gekke. Hey, hey, hey. Hey joh, bandjes zijn koud! Nee, what the fuck? Ik ga eens kijken wat ik... Caution, caution, oh my god. Kijk of daar iets anders is. Oh, er staat even een Ferrari stil. Ja, die moest ik een beetje ontwijken, dus ik hoop niet dat ik Cas heb laten schrikken. Nou, oké. Hey, Junior in de muur, wat gebeurt hier dan? De track is clear. Die gaat zo snel. To the boys in Jamaica. De settings zijn exact hetzelfde als... Oh, die moest nog pitten? Zo laat. Hé, 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 geitenbolletje is geliefd. Ik herhaal. Geitenbolletje is geliefd. Het is op Playstation. Geitenbolletje is geliefd. Oh, wat meen je? Ik ga het podium pakken. Geitenbolletje, jongen. Bedankt dat je internet is uitgevallen of iets. Daarvoor doen we het. Podium. Moeten we. Nee. Jul. Vieze vette pannenkoeken met poedersuiker. Het staat helemaal nergens op. Ah, ik zag je gaan, jongen. Nee, we hadden er en... Oh, het zag er allemaal zo goed uit, jongens. Daar gaat hij alweer. Het gaat helemaal... Hij flikt het helemaal... Ik ga niet dan. Nee! Ja, het is een P4 of het is een P-laatste. Dat gaat eruit. Oh, jongens. Ik ga ook gewoon... Ik ben helemaal warm. Ik ga drinken, had het zo... Joel heeft het helemaal gehad. Wacht, zal ik zo eens laten zien in Discord hoe mijn... hoe mijn stuur gaat in de calibratie. Ja. Nou, ik heb podium, jongens. Hey! Ik ben bezig! Woehoe! Hey. Kijk eens, oh, die heeft een mooi stuurtje pas. Woehoe! En neemt gewoon het stuur mee naar het podium. En daar sta ik op P3 met de Nederlandse vlag. Woehoe! Nou, dat was de video weer, jongens. We hebben een podium gehaald. Hartstikke fijn, hartstikke mooi. Daar zijn we super blij mee. Dus vond je het nou leuk? Like even. Abonneer als je nieuw bent. En vergeet niet om dat belletje aan te zetten. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later!